Wetenschappers zien het COVID-19-virus als een sluipende ziekte. Dit zei de wetenschapper Max Huisden vandaag in het ATV-programma COVID-19-update. Hij zegt dat het virus asymptomatisch kan worden overgedragen. Dat betekent dat mensen die het virus met zich meedragen, maar geen symptomen hebben, anderen wel kunnen besmetten. Huisden geeft aan dat deze groep heel groot is. Ja. Maar als ik zeg van het is een sluipende ziekte, ja. Dan bedoel ik daarmee dus behalve die asymptomatische overdracht, ja. Ook het feit dat eigenlijk mensen die besmet zijn, landelijk, ja. Dus mensen die positief getest zijn en die dus in quarantaine zijn gesteld, in isolatie zijn gezet, dat die groep relatief klein is in vergelijking met het werkelijke aantal, omdat er niet voldoende gemeten wordt. Ja. Dus wat u zegt daar is dat er vermoed wordt dat er meer mensen met het virus rondlopen. Helemaal. Dus daarom zeg ik dat het sluipend is. Want wat het gevaar daarin ligt, dat men dus een schijngevoel van veiligheid gaat ontwikkelen. Mm-hmm. En daarom heb je dus dat mensen, zeg maar, ze zijn misschien 1 of 2 weken of 3 weken, zijn ze voorzichtig geweest. Maar ze zien dat het lijkt alsof er niets aan de hand is, met als gevolg dat die maatregelen gaan verslappen. En als overheid kan je de mensen dus in een bepaalde richting dwingen. Maar zolang men het besef niet heeft van waarom, ja. Krijg je de mensen niet 100% mee. Precies. Huisden benadrukt dat de preventieve maatregelen nog niet opgeheven moeten worden. Volgens hem kan er alsnog een piek komen in het aantal besmettingen. Een ander aspect dat sluipend is, is dat als je kijkt naar het verloop van deze ziekte in andere landen, dan zie je dus dat in eerste instantie, net als in Suriname, je een handjevol mensen hebt, ja. Die besmet zijn. En dit handjevol mensen die besmet zijn, die geeft later eigenlijk toe dat men denkt van, het is niet zo erg gesteld. Ja? Ja. En het gevaar daarin is dus dat men die maatregelen gaan verslappen, niet alleen, maar de aard ervan wil dat ongeveer 6 tot 8 weken na de eerste gevallen, dat we dan een exponentiële groei zien van mensen die zich aanmelden bij de ziekenhuizen vanwege de symptomen die ze vertonen. Mm-hmm. Dus wat ik daarmee wil zeggen, is dat vanwege het feit dat wij relatief weinig testen in Suriname, het moment dat mensen zich gaan aanmelden met symptomen, mm-hmm. nog kan komen. Dus die 6 tot 8 weken die we zien in het buitenland, daar zijn we nog niet. Tot zover Max Huisden. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update.